on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Fischie hier weer. En vandaag weer een hele nieuwe Q&A natuurlijk hier op mijn kanaal. En ik moest eventjes mijn webcam tevoorschijn toveren. En dan kan ik zien namelijk of alles goed aan het opnemen is. Yes, het is natuurlijk weer zondag. Dan denk ik weer een nieuwe Q&A. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten natuurlijk, want het steunt me enorm. En natuurlijk je Q&A vraag weer hieronder achter te laten. Want ja, dan heb ik volgende week ook weer een Q&A natuurlijk. En ik hoop natuurlijk weer de 200 likes te halen. Dankjewel daarvoor alvast. Ja, de gameplay op de achtergrond. Ik haal hier 48 kills op de map Hardhead. En het is redelijk leuke gameplay om naar te kijken. In ieder geval, ik haal geen Moab. Want ik had wel Moab gameplay, maar... een beetje eetserig vind ik het zelf. Ja, het is 36-1 en zo scores. Ik moet heel deze defensief spelen soms nu op ME3. Omdat heel veel mensen aan het RPG'en weer. Ik weet niet wat het allemaal is. Dan weer aan het kutten en zo. En op Ground War heb je lag. Dus het schiet allemaal niet op. Nou ja, dat in ieder geval over de gameplay. Gameplay is gewoon lekker voor de achtergrond natuurlijk. We gaan lekker over naar de vragen. De eerste vraag natuurlijk van... ja, Jacco Game met Q&A. Fish, wat is je favoriete snack? Ah, ja, ik heb wel snacks inderdaad. Maar waar ik gek op ben natuurlijk. Maar het is natuurlijk op dit moment niet heel erg handig. Want ik ben op het... aan het dieet in ieder geval. Op dieet, aan het diëten. En... ja, ik wil zo'n 15 kilo afvallen, dus ik moet even niet aan de snacks denken. Maar normaal gesproken vind ik gewoon eigenlijk lekker een kroketje lekker. Ik hou dan niet van mosterd, maar in ieder geval een kroketje. Of lekker een frikandel speciaal met uitjes erbij. Dat is echt... oh, wat is het lekker. Maar ik ben eigenlijk meer dol op, over het algemeen ook op meer dol op snacks dan patat. Dus dat... lekker snacken. Of je kan wel, wat ik ook bijvoorbeeld lekker vind, is bijvoorbeeld een broodje met koket. Dat vind ik ook lekker. Dat is een beetje gewoon een beetje combinatie, hè? Toch een gezonde bruine boterham gebruiken, ja toch? Dus nee, maar dat vind ik in ieder geval ja, wel lekker. Even kijken, dan gaan we naar de volgende vraag. En ik even scrollen, want ik had ook even een andere pagina op. Van Mr. Kelvin 34. Q&A, wat vind jij van MW2? PS, je bent baas. Dankjewel, Kelvin. MW2, ja. Nou, toen de tijd vond ik het echt superleuk om te spelen. Ik heb... toen ik MW2 speelde eigenlijk, toen deed ik nog niet aan YouTube. Dus ja, toen was ik wel een behoorlijke defensieve speler. Zal ik het netjes achterlaten. Dat zal Paul waarschijnlijk wel met me eens zijn. Maar in ieder geval, MW2 vond ik wel leuk en zo. Natuurlijk ook wel lekker met Assault kunnen spelen erop en zo. Ja, natuurlijk na een maandje of 6 of zo, toen zouden nog updates komen. Toen had de toenmalige Infinity Ward, dat bestond toen uit een ander team. Die hadden wat ruzie onderling en zo en die hebben dat niet meer gepatcht. En ja, dat is best wel klote eigenlijk. Want ik denk dat MW2 potentieel gezien beter zou kunnen zijn door, dan MW3. Omdat op MW2 eigenlijk de mappen zijn nog wat beter, vind ik zelf. Het nadeel is dus gewoon inderdaad dat je gewoon daar YouTubers hebt en echt veel te veel snipers tegenwoordig. Gewoon één grote feed, zo. Wat wel leuk is bijvoorbeeld is de nuke. Maar persoonlijk vind ik dan weer de mob op MW3 wat leuker dan de nuke. Omdat je een mob kan je gewoon halen en dan kan je gewoon nog doorspelen, snap je? Dus ja, ik weet niet. Ik vind dat net iets beter eigenlijk. Daartegen is een nuke ook wel grappig natuurlijk, omdat je het ook als killstreak kan gebruiken. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar over het algemeen vind ik gewoon MW2 trouwens gewoon dus een top game. Jammer dat het alleen gepatcht is. Van Damon Meuvels. De vraag, hoe vaak ongeveer heb je al eens 180 gegooid met darts? Hoho. Nou, voor mij gooide ik mijn eerste keer 180 na een half jaar. Dat was in 99 dan denk ik. Ik denk dat ik bij elkaar zo'n 2500 keer 180 heb gegooid. Ik denk het wel. Ja, in 15 jaar tijd. Ja, 2500 keer 180 heb ik al gegooid. Ja, nou. Oké, ja. Ja, ik weet misschien wel meer zelfs. Ik weet het echt niet. Maar ik denk 2500 keer. Dus ik denk dat het redelijk veel is. Volgende vraag van Sergeant Scrub. Zijn vraag is Q&A. Wat vind je van Minecraft? Nou, wat vind ik van Minecraft? Nee, ik vind Minecraft op zich vind ik het echt een... ik vind het... nou, allereerst een geweldige uitvinding natuurlijk. Want het is
degene die bedacht hebben natuurlijk, die is gewoon fucking heel smerig, vies rijk mee geworden. En terecht natuurlijk, want je kan echt heel veel dingen in doen in Minecraft natuurlijk. Want wij denken ook aan Minecraft Survival en zo, heel vaak. En dat is gewoon, ja, dat is misschien nu niet meer zo leuk in ieder geval om naar te kijken. Ik heb het zelf ook gedaan. Ja, het is niet, als je het nu doet, ja, kijk er geen hol meer naar, zeg maar. Maar wat je wel Minecraft zo geweldig is dat je gewoon alles kan bouwen. En ja, zoals ik ga meedoen in The Kingdom van Somaldan, Kingdom Java. En het is gewoon hartstikke vet natuurlijk wel, omdat het gewoon roleplaying is. En dat maakt Minecraft wel heel erg leuk natuurlijk. Dat je gewoon daarin alles kan bouwen, steden kan bouwen, werelden kan bouwen en daar gewoon een storyline op kan doen. En dat vind ik het allerleukste aan Minecraft eigenlijk. Het gewone Minecraft, ja, ik heb het op mijn pc staan en als ik echt een uurtje verveel en zo en ik wil even relaxed zijn, weet je, een beetje nadenken over dingen, dan speel ik wel zo'n uurtje Minecraft en dan kun je lekker relaxed dat te doen, zeg maar. Maar ik begrijp ook wel dat ook kinderen gewoon heel veel dat leuk vinden en zo. En ik was gisteren dus bij Paul op zijn verjaardag natuurlijk en die kinderen die gingen met Jamie spelen. Die wilden meteen Minecraft doen. En ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen natuurlijk. Het is gewoon, weet je, het is hartstikke goed bedacht en zo. Je kan er gewoon heel veel dingen in kwijt, heel veel inspiratie in kwijt, zeg maar, heel veel creativiteit in kwijt, maar ja, zelf Minecraft nu, ja, het is voor mij niet echt meer weggelegd en zo. Maar nogmaals, ik begrijp wel dat mensen dat gewoon heel erg leuk vinden. Yes! Volgende vraag van Nicky Jol, en die vraag heb ik wel meerdere keren gezien. Ik heb toevallig even van Nicky dan naar voren gehaald. Nice Q&A is, wat vind je van de trailer van Black Ops 3? Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind het helemaal... Nee, ik vind het... Ja, wat vind ik ervan? Ja, het is wat ik dacht, wat het zou zijn inderdaad. Gewoon future-based natuurlijk. En dat is ook wel logisch natuurlijk. Hè. Ik heb het al een keer eerder gezegd. Paul had ook voor mij in zijn video gezegd. Van ja, tegenwoordig moet je gewoon wel... je kan niet gewoon ineens een andere storyline bedenken van één op ander jaar. Want ja, het duurt een paar jaar voordat een ontwikkelaar een game hebt gemaakt. Dus dat duurt gewoon even. Ja, als je nu zegt, ja, die is kloten, dan heb je best kans van, ja, volgend jaar is het misschien wel hetzelfde. Want ja, ze zijn nu al bezig met de volgende game, zeg maar. Hè? Dus lopen een paar jaar vooruit natuurlijk. Moet je voorstellen, als nu Black Ops 3 uitkomt, die is eigenlijk al vrijwel klaar, mag ik aannemen nu. Eigenlijk is de volgende Call of Duty is al bijna klaar. Dus ja, als wij zeggen van in november van, ja, we willen een andere Call of Duty hebben, we willen dat erin hebben. Ja, dat kan niet meer, want ja, die volgende is al klaar. Dus ja, maar wat vind ik van de trailer over het algemeen? Ik vind de trailer, nou, super vet gedaan natuurlijk met die muziek hè, van Rolling Stones. Dat is gewoon een super vet nummer. Ik vind, er zitten ook heel veel dingen in wat ik leuk ga vinden natuurlijk. Het is wel, ik vind het een beetje grafisch tussen Black Ops 2 en Advanced Warfare lijken. Ja, ik denk dat het wel gedeeltelijk toch een beetje hetzelfde zal zijn als Advanced Warfare. En ja, ik... Ja, dat weet ik niet. De trailer, het ziet er allemaal vet uit, weet je. Maar ik moet het spelen, eigenlijk meer. Voordat ik wat kan zeggen. En ik heb het nog niet gespeeld. Waarschijnlijk zal ik het gaan spelen op Gamescom dan. Daar zal ik wel naartoe gaan. En dan kan ik er meer over oordelen, ja toch? Ik kan het nog niet echt heel erg. Dus we gaan het gewoon zien, weet je. Ik heb gewoon zin in. Nieuwe Call of Duty is altijd leuk, weet je. Gewoon lekker nieuwe Call of Duty spelen. Lekker weer uploaden. Lekker dingen over praten. Dat is het leukste wat er is. Ja toch? Voor in ieder geval qua YouTuber, hè? Dan zal ik het zo zeggen. Normaal gezien, ja, we gaan gewoon kijken. Volgende vraag. Rick Stamsnijder. Q&A, waarom kijk je zo vaak naar je score? Hele leuke, goede vraag. Ik heb geen flauw idee. Nee, ik zie het bij meerdere YouTubers. Volgens mij kijken mensen heel vaak even op een score. Wat er aan de hand is, weet je. Ik kijk ook heel vaak of de connectie goed is en zo. Dan gaat het automatisch een beetje erin gegaan, zeg maar. Ik kijk wel eens ook heel snel hoe vaak mensen doodgaan in je team en zo. Ik let eigenlijk overal op. En daarvoor kijk ik soms veel te vaak op mijn score. Maar dat is gewoon, ja, normaal gezegd, dat is gewoon een beetje een tikje, zeg maar. En ja, misschien moet ik het ook een beetje afleren, zeg maar. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan, in ieder geval. Maar het is in ieder geval een... ik zal zo zeggen, het is gewoon een tik. Even kijken. Kunnen we nog één vraagje beantwoorden? Heinz, Q&A. Hoe oud was je en waar ben je voor het eerst, waar ben je ontmaagd? Geen details. Nee, dat zal ik ook niet besparen. Maar ik was 17 jaar. En toen was ik met een meisje van 16. En ik heb toen in de tuinen, om precies te zijn, heb ik... leuke dingen gedaan, zou ik zo zeggen.
Nou, ik hoop dat je de Q&A even leuk vond. En nogmaals, laat een duimpje achter. Hey, jongens, tot de volgende keer. En